Oma Brit leest voor Verhalen van Ot en Sien, geschreven door Jan Lichthart en H. Scheepstra en geïllustreerd door C. Jetses. De vloer is stuk. Trui komt uit school. Dag moeder, zegt ze. En meteen ligt ze plof op de grond. Oh, Trui, schrikt moeder. Heb je je pijn gedaan? Trui staat alweer. Nee, moeder. Nee, Trui heeft zich niet bezeerd. Maar de vloer is stuk. Er zit een gat in. Moeder wist het al. De timmerman moet erbij komen, zegt ze. Daar is vader. Pas op, roept moeder. Gelukkig, vader kan nog net de tafel vastgrijpen, anders was hij ook gevallen. Maar Ot is niet zo gelukkig. Moeder roept weer, pas op, maar te laat. Ot ligt al op de vloer te spartelen. Hij lacht en steekt allebei zijn benen omhoog. Dat is dus ook goed afgelopen. Het is de tweede keer al, zegt moeder. Zo pas is hij ook al gevallen. En ik ook, zegt Trui. Ja, zegt vader, dat kan zo niet. Daar moet de timmerman bij komen. Hoe eerder, hoe beter. Anders breken we allemaal nog onze benen. Ik zal eens naar de huisbaas gaan. En de timmerman komt. Hij zet zijn bak met gereedschap neer en kijkt in hoeverre hij de vloer kan repareren. Hij probeert met zijn voet de planken die nog sterk genoeg zijn. Ot staat erbij. Hij gaat dus ook eens met zijn voet proberen. Dag, dat is Sien. Ze komt ook naar de timmerman kijken. Die gaat nu meteen zagen en timmeren. Het duurt een hele tijd, maar eindelijk is hij klaar. In de vloer ligt nu een nieuwe, blanke plank. Dag, nu is het Trui die binnenkomt. De timmerman bergt net zijn gereedschap in de bak. Hij wil weggaan, maar dan zegt Trui, och, wilt u een hinkelblok voor me maken? Het kan wel van deze oude plank. De timmerman kijkt naar de klok en van de klok naar Trui. Ze vroeg het vriendelijk. Wat zal die doen? Weggaan of... Wil jij zo graag een hinkelblok? Ja, zegt Trui, heel erg graag. Maar Trui, de timmerman moet weg en ik heb ook geen geld voor een hinkelblok. Dat zegt moeder, maar de timmerman zet de bak weer neer. Jij krijgt een hinkelblok, zegt hij. Niet van die oude, maar van de nieuwe plank. Kijk, in dat stukje zit er nog net één. Hij gaat aan het werk en Trui en Ot en Sien staan erbij met blije gezichten. Dat wordt een fijn blok en het kost niets. Alsjeblieft, meiske. Dank u wel, timmerman. En Trui legt haar kleine handen in de grote hand van de timmerman. Ze is zo blij met het blok en ze vindt het zo fijn van de timmerman. Ot en Sien ook. Ze steken de timmerman ook een handje uit. Dank u wel, timmerman. De timmerman lacht. Hij is ook blij. En moeder lacht. Ze zijn allemaal blij met het mooie nieuwe hinkelblok. Het is ook een heel fijn blok geworden. En nu gaan ze hinkelen. Trui moet eerst een hinkelperk maken. Dat doet ze met een stokje. Daar maakt ze strepen mee tussen de stenen van de straat. Kunnen jullie het goed zien? Ja, Ot en Sien zien het best. Maar hoe moet het nu? Hinkelen, zegt Trui. Kijk, zo, op één been. Hip, hip, hip. Ja, Trui kan het goed. Maar Ot en Sien moeten het nog leren. Het is echt een beetje moeilijk. Iedere keer weer komt de tweede voet ook op de grond. En dat mag niet. Hinkelen moet je op één been doen. Hip, hip, hip. Ik kan het, ik kan het. Kijk dan, Trui. Ja hoor, Ot kan het. Wel 5 keer achter elkaar. En Sientje leert het ook al. Hip, hip, dat is al 2 keer. Fijn hoor, Sien. En Trui? Trui hinkelt maar door.